Jurjemannes, de trainer geeft aan dat jij vanwege je inzet op de training morgen weer mag beginnen. Dat moet een fijn gevoel zijn voor een voetballer. Ja, het is altijd een fijn gevoel als je weer mag beginnen. Ik weet niet of het alleen aan de inzet ligt, dat hoop ik niet. Maar goed, het is wel fijn dat je mag beginnen. Ja, je solliciteert al weken naar een basisplek. Waar zie je op trainen, dan zie je altijd die inzet. Maar ook gewoon dat je voetballend steeds beter weer doorheen komt. In plaats van voor de voorbereiding. Ja, goed. Hard aan mezelf gewerkt. Dus inderdaad, ik denk dat het werken nu beloond wordt. Was het pijnlijk om de laatste week alleen maar op die bank te zitten? Ja, tuurlijk. Het begint wel te knagen. In het begin weet je dat je ernaast staat. Oké, dan weet ik dat ik aan mezelf moet gaan werken. Nou, ik ben met een paar mensen gezeten. Sindsdien is het proces begonnen. Ik heb hard aan mezelf gewerkt en nu ben ik er klaar voor. Ja, en dan begin je morgen tegen Almere. Wat weet jij van die ploeg? Goede ploeg, goed voetballend. Zitten wel een beetje in hetzelfde schuitje als wij. Altijd lastig daar. Ik heb met Emmer gespeeld, met Cambuur gespeeld. Gewoon altijd lastig. Ja, zij missen ook een paar belangrijke mensen. Maar wat verder opvalt is ook dat zij thuis goed presteren en jullie uit. Wat dat betreft is het een interessant potje. Ja, ik denk dat het sowieso wel een interessant potje wordt. Vorig jaar zag je ook dat het echt een schaakspel was. Maar wij trokken net aan het langste einde. Dus als dat morgen weer zo is, dan tekenen we daarvoor. Ja, lelijk winnen, dat is op dit moment genoeg, hè? Ja, zeker. 3 punten en dan is alles goed.